Dashenka, of Dasha, is al bijna 90 jaar de beroemdste Tsjechische hond. Bijna elke Tsjech heeft als kind het boek over Dasha gelezen en later aan zijn kinderen voorgelezen. Je kunt het vergelijken met Jip en Janneke van Annie M.G. Schmid. Net als die verhaaltjes van Jip en Janneke oorspronkelijk voor het Parool werden gemaakt, schreef Karel Čapek over zijn perikelen met zijn huisdieren in een Tsjechische krant. Hij begeleidde zijn stukjes met eigen tekeningen. Als boek verscheen Dasha voor het eerst in 1933 in de grafische vormgeving van de beroemde Tsjechische avant-gardist Karel Tajga. Het bevatte ook foto's die Čapek van Dasha zelf had gemaakt. Zo beschrijft hij vervolgens met veel humor hoe lastig het fotograferen van een pup is. Čapeks kinderboeken zijn geliefd om zijn virtuoze speelse taalgebruik en zijn vele taalgrapjes. De Nederlandse uitgave was dus een dubbele uitdaging, voor mij als vertaler en voor de vormgever Henrik Barends van uitgeverij Footnote. Ik heb twee korte fragmenten uitgekozen uit het leven van Dasha. Toen het werd geboren, was het slechts een wit dingetje van niks. Het paste zo in je hand. Maar aangezien het een paar zwarte oortjes had en aan de achterkant een staartje, moesten we toegeven dat het wel degelijk een hond was. En omdat we graag een meisjeshond wilden hebben, noemden wij het Dasha. Zolang het nog een wit dingetje van niks was, was het blind, zonder ogen. En wat de pootjes betreft, tja, het had wel twee paar van iets dat je met een beetje goede wil pootjes kon noemen. En omdat die goede wil er was, waren er dus ook pootjes. Al was het nog niet veel zoeks. Erop staan, nee hoor, dat lukte echt niet. Zo wiebelig en slap waren ze. En erop lopen, joh, dat was pas een opgave. Als Dasha eens echt de stoute schoenen aantrok, dat wil zeggen, ze trok geen schoenen aan, maar stroopte haar mouwen op. Om precies te zijn, ze stroopte ook haar mouwen niet op, maar ze spuugde zogezegd in haar handen. Begrijp me goed, ze kon natuurlijk niet in haar handen spugen, want ze kon nog niet spugen en haar handen waren zo klein dat ze ernaast zou mikken. Kortom, als Dasha er flink tegenaan ging, dan deed ze er een halve dag over om van haar moeders achterpoot naar haar voorpoot te rollen. En onderweg dronk ze er nog 3 maal en deed 2 maal een dutje. Eten en slapen kon ze namelijk meteen al. Dat hoefde ze niet te leren. Daarom deed ze dat ook zo driftig de hele dag door. En volgens mij sliep ze 's nachts, als niemand naar haar keek, net zo trouw als overdag. Wat een nijvere pup was dit. Volgende stukje is Dasha al wat ouder en gaat sporten. Maar laten we alles eens netjes op een rijtje zetten. Dus 1. Het voornaamste waar Dasha zich mee bezighoudt is rennen. Maar nu zijn het geen vermoeiende, wankelende eerste stapjes meer. Nee hoor, maar sportprestaties van de bovenste plank, zoals hardlopen, draven, racen, verspringen, hoogspringen, vliegen, jagen, er de sokken inzetten, stuiven, sprinten, een spurt over 10 yard. Verder verschillende manieren om te vallen, zoals de snoetval, de rugval, op je kop vallen tijdens het rennen, koppeltje duikelen met 1 of meer voorwerpen, de hindernisloop, rennen met een handicap, bijvoorbeeld met een theedoek in je bek, op verschillende manieren omrollen, duikelen, buitelen, salto's en reuze zwaaien maken en op je pootjes landen, aanvallen, vluchten, rechtsomkeert maken en er vandoor gaan. Kortom, alles wat komt kijken bij hondenatletiek. Ze krijgt daar les in van haar moeder, die altijd voor haar klaarstaat. Iris stuift door de tuin, over bloemperken en andere obstakels. Ze vliegt als een harige pijl en Dasha spurt achter haar aan. Mama slalomt en aangezien de kleine dat nog niet kan, maakt Dasha een fraaie buiteling. Want ze kan niet op een of andere manier tot stilstand komen. Of mama rent rondjes met Dasha achter zich aan, maar omdat Dasha nog niet weet wat middelpuntvliedende kracht is, honden krijgen pas later natuurkunde, laat de middelpuntvliedende kracht haar een schitterende salto door de lucht maken. Elke keer als er zo'n natuurkundig verschijnsel zich voordoet, gaat Dasha op haar billen zitten en is met stomheid geslagen. Čapek heeft nog meer verhalen geschreven over zijn honden en katten. Het is de bedoeling dat die volgend jaar in het Nederlands verschijnen. Dus dat is iets om naar uit te zien.